Dan geef ik het woord aan mevrouw Faber van de Klashorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik de collega's feliciteren met de medisch speech. Dat is mevrouw Vos, meneer Rozemuur en meneer Cliteur. En natuurlijk wil ik de staatssecretaris feliciteren met zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Voorzitter, de gewone man en de gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven. De politieke elite heeft het uitgeleverd aan de EU en de Verenigde Naties, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en het beleid bepalen van mondiaal delen en denken. Nog even en dan mogen we alleen nog beslissen over de glasbak. En is er dan een wet waar we wel over gaan, zoals het boerkaverbod, dan wordt deze aan alle kanten geboycott. Het islamitisch bolwerk toonde haar ware gezicht en dreigde niet alleen met jihad, maar bedreigde ook niqab-dragende vrouwen met de dood als ze het lef hadden hun ware gezicht te tonen. En dan beweren nuttige idioten ook nog dat het boerkaverbod een verbod is op de vrije expressie. Voorzitter, de minister van Binnenlandse Zaken liep nu niet bepaald het vuur uit de sloffen om het boerkaverbod in de praktijk vlotjes uit te rollen. Kennelijk kende deze oud-wethouder van Amsterdam haar Pappenheimers en voorzag zij dat de burgemeesters in de grote steden aan het muiten zouden gaan. Zo geeft de burgemeester Halsema in de Republiek Amsterdam, oftewel alias de Failed State of City, simpelweg aan niet te willen handhaven. Zou zo niet bij de stad passen. En handhaven is zo rechts. De politie zou er volgens haar net zo over denken en plaatst aangiftebiljetten buiten het bureau om vooral de boerkadraagsters niet uit de tent te lokken. Tja, dat krijg je van jarenlang iftarren. Voorzitter, als politieke bestuurders het verrekken om de wet uit te voeren, kunnen we de Senaat net zo goed gaan opdoeken. En het wordt een moeilijke strijd, want burgerlijke ongehoorzaamheid zit op het hoogste niveau binnen ons openbaar bestuur. Een voorbeeld van een hoogleraar politiestudies en veiligheidsvraagstukken van de Amsterdamse VU geeft aan, naar aanleiding van de klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion, ik citeer, niets groots en meeslepend is zonder breken status quo gebeurd. Einde citaat. In feite een oproep om vooral je niet aan de regels te houden. Zo werd de verboden blokkade aan de stadhouderskade toch gewoon toegestaan en werd versterkt door de politie die aangaf dat het recht op demonstratie gerespecteerd moest worden. Dus we gaan iets respecteren wat verboden is. En tenslotte ging de burgemeester ook nog de burgerlijke ongehoorzaamheid verdedigen. En zo gaan we van burgerlijke ongehoorzaamheid naar bestuurlijke ongehoorzaamheid, je reinste ondermijning van de democratie. Want waarom? Kofferman. Ja, voorzitter, ik wil collega Faber vragen. Ik heb uw collega Geert Wilders op een tractor zien staan en daar mensen die burgerlijk ongehoorzaam waren horen toespreken dat ze de helden van Nederland waren. Hoe ligt die verhouding voor u ten opzichte van demonstrerende boeren of demonstrerende klimaatdemonstranten? Mevrouw Faber. Ja, dank u, voorzitter. Nou, ten eerste was het natuurlijk een fantastisch beeld dat onze leider van de partij op een tractor ging staan. Er was hier geen eentje die dat deed, want de meeste politieke leiders uit de Tweede Kamer die zeiden het is te gevaarlijk om te gaan, die bleven niet. Maar de meest beveiligde man van Nederland die komt, gaat er naartoe, mengt zich tussen de boeren en gaat op een tractor staan. En dat de boeren naar het Malieveld gaan, een hardwerkende sector die altijd voor dag en nauw opstaat met onze provisiekast te vullen, dat die allemaal op de tractor gaan hier naar het Malieveld, dat zegt iets. Dat zegt dat het water aan de lippen staat van deze sector. En dat is niet zomaar, want zij zitten liever bij de varkens in de schuur of onder de koeien te melken. Die hebben helemaal geen behoefte om naar het Malieveld te gaan. Dus als ze zover gaan dat ze naar het Malieveld gaan, dan zegt dat iets. En dan heeft de politiek heel erg gefaald. En dan moeten wij heel erg ons aantrekken. Meneer Kofferman. Ja, voorzitter, het is een mooi betoog, maar het is geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg collega Faber wat voor haar het verschil was tussen burgerlijke ongehoorzaamheid van boeren en burgerlijke ongehoorzaamheid van klimaatdemonstranten. En ik zou daar direct ook even aan toe willen voegen dat u het betoog van collega Wilders, uw collega Wilders, erg mooi vond, maar dat het niet erg consistent was, omdat de heer Wilders nog niet zo heel lang geleden heeft gezegd, wij hebben helemaal niks met de bio-industrie. En op het moment dat je dan een aantal bio-industrieboeren vanaf een tractor toeroept, jullie zijn de helden van Nederland, ja, dan is dat een beetje meer keuzeaanpak. Weet je, daar kan je iedereen te vriend mee houden natuurlijk, maar
Mevrouw Faber? Ja, meneer Kofferman doelt er waarschijnlijk op dat die tractoren niet het Malieveld op mochten. Meneer Kofferman, tot slot. Nou nee, de vraag wordt nu meer geduid, maar nog niet beantwoord. Nee. Dus ik wil heel graag weten wat voor collega Faber het verschil is tussen mensen die burgerlijk ongehoorzaam zijn op het Malieveld of op de Stadhouderskade. Ja, ik wil... Mevrouw Faber? Ik wil dan toch nog even nuanceren dat het klopt dat de tractoren hadden niet het Malieveld opgemogen, maar ze hadden wel een vergunning om te gaan demonstreren, in tegenstelling tot de demonstranten van Extinction Rebellion. Die hadden namelijk geen vergunning om te demonstreren. Maar die hebben ook geen hekken plat gereden en schade veroorzaakt, maar goed. Mevrouw Faber, hervat uw betoog. Nou, dan wil ik toch wel eventjes nog even vertellen over de boeren. Die hebben de dag erna, hebben ze een ontbijt aangeboden aan de inwoners van Den Haag om te excuseren voor de schade en de overlast die zij hebben aangericht. En dat heb ik de milieuactivisten nog niet zien doen. Goed. Even kijken. Want waarom moeten wij hier wetten beoordelen als ze toch in de praktijk niet worden gehandhaafd? Daarom dien ik namens mijn fractie de volgende motie in met de strekking: politieke ambtsdragers die door de regering zijn benoemd en die de wet niet uitvoeren, dienen uit hun ambt gezet te worden. En ik mag gewoon in het eerste termijn. Wilt u even de tijd stilzetten, want ik heb al niet zoveel spreektijd. Even. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat wetgeving en regelgeving die democratisch tot stand zijn gekomen uitgevoerd en gehandhaafd dienen te worden, dat het niet uitvoeren van de democratisch tot stand gekomen wet en regelgeving een ondermijning is van de democratische rechtsstaat, constaterende dat het in de praktijk voorkomt dat enkele politieke ambtsdragers niet altijd de wet handhaven, is het verzoek aan de regering om politieke ambtsdragers die door regering zijn benoemd en die de wet niet uitvoeren uit hun ambt te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. En de motie is voldoende ondertekend. Gaat u door. Voorzitter, terwijl de economie de afgelopen jaren groeide, profiteren de huishoudens er bitter weinig van. Zij worden afgeschreven met een fooi, terwijl de vaste lasten blijven stijgen. De koek moet namelijk met steeds meer mensen gedeeld worden. En met instemming van het verdrag van Marrakesh wordt het er niet beter op. De instroom van niet-westerse gelukszoekers laat het bruto binnenlands product weliswaar groeien met 0,6%, maar dit is enkel een papieren groei. Deze groei wordt geheel betaald met het afgepakte geld van de Nederlandse belastingbetaler en niet door de gelukszoekers zelf, die het algemeen meer komen halen dan brengen. Het is niet voor niets dat de sociale zekerheid de grootste uitgavenpost is geworden. Voorzitter, vooral de gepensioneerden zijn de klos. Jaar na jaar leveren zij in op de koopkracht. Niet enkel de stijgende huren, stijgende ziektekosten, stijgende energierekening, duurdere boodschappen, etc., maar ook door rigide rekenregels die hun pensioen genadeloos uithollen, terwijl het totale pensioenvermogen is verdubbeld. En zo gaat een derde van de ouderen zorgmeiden en komt terecht in een sociaal isolement. Tja, het zijn nu eenmaal geen uitgeprocedeerde criminele asielzoekers uit een detentiecentrum. Want die krijgen volledige zorg, een dagprogramma ter vermaak, leuke computerspelletjes, haatliteratuur, vechtsporten, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op terugkeer in de maatschappij om vervolgens weerloze burgers grenzeloos te terroriseren. Voorzitter, om het drama compleet te maken, introduceert Draghi, was officieel de president van de ECB, maar in werkelijkheid de Italiaanse Terminator van ons pensioen en ons spaargeld, de negatieve rente. Hiermee voert hij op eigen houtje een soort Europese tax in, een solidariteitsheffing. Nadat wij eerst belazerd zijn met de euro, krikt de negatieve rente stiekem de achterdeur open van onze pensioenen en onze spaargelden, om zo ons zuurverdiende geld weg te sluizen naar zwakke Europese landen zoals Italië. Het is je reinste maffiapraktijk. En dat de Nederlanders het nakijken hebben, dat interesseert Draghi geen malle moer. Hij gaf aan dat we het zelf maar uit moesten zoeken. Terwijl de gehaaide minister van Financiën wel de KLM kon redden, kan het kabinet niet onze pensioenen redden. Voorzitter, dit kabinet wil ons meesleuren in hun CO2-dwangpsychose. En wil ons wijsmaken dat als we niet heel snel de CO2-uitstoot terugdringen, wij allemaal klimaatslachtoffers worden. Voorzitter, de enige die klimaatslachtoffers maakt, is de overheid zelf. Met de valse voorstelling van zaken. Volwassenen wordt een schuldcomplex aangepraat en kinderen angst aangejaagd. Vroeger deed meneer Pastoor dat, zodat de mensen bereid waren om hun aflaat te kopen, zodat de ziel gezuiverd werd. Nu kan je vliegschaamte afkopen, we moeten elektrisch gaan rijden, we moeten minder vlees gaan eten, liever helemaal geen vlees, minder zuivel, geen ijsjes eten en geen pakjes gratis retourneren.
Voorzitter, huizenprijzen worden niet alleen opgestuwd door de massa-emigratie, maar ook door allerlei duurzaamheidsregels. Isoleren, HR-ketel, oké, doen we al jaren. Maar gedwongen van het gas af, terwijl omringende landen gesubsidieerd aan het gas gaan, is waanzin. De Nederlandse overheid wil naar iedereen gas transporteren, maar niet naar de Nederlandse huishoudens. Nee, zij stuurt ons liever terug in de tijd. Naar de tijd van voor de kolen. Zij hakt nu genadeloos onze CO2-slobberaars om, soms eikenbomen van meer dan 100 jaar oud. Om ze vervolgens samen met miljarden euro's aan belastinggeld genadeloos af te fikken in de biomassacentrales. Een deel van de fauna wat vliegt in de lucht en wat zwemt in de zee wordt vermorzeld of knettergek getrild door onrendabele windmolens. Vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken. Het zou allemaal goed zijn voor het klimaat. Voorzitter, efficiënte HR-ketels moeten het veld ruimen voor ronkende, stroomslurpende warmtewisselaars die de hele buurt uit hun slaap houden. Dat kan nog gezellig worden de komende jaren. Huiseigenaren hebben nu al kopzorgen over de torenhoge rekening in het verschiet. Die kan oplopen tot wel 100.000 euro per woning. Dank u wel, minister-president. En niet alleen dank aan Rutte, maar ook VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP, die zelfs gevraagd hebben om de verplichte gasaansluiting in de nieuwbouwhuizen te laten vervallen. En uiteindelijk ging 50PLUS en SP ook door de pomp. Deze partijen zetten hun achterban letterlijk en figuurlijk in de kou. Voorzitter, ondanks een schreeuwend tekort aan woningen haalt deze regering liever 3 woningen van het gas af dan dat ze 1 nieuwe woning bouwen. Je zal maar die werkende zijn die gedwongen bivakkeert in de dakloze opvang. Of dat oudere echtpaar dat elkaar 's avonds op de gang goeienacht kussen omdat de opvang geen voorziening heeft voor echtparen. Terwijl zij nog de generatie kennen die Nederland uit de puinhopen heeft laten herrijzen met enkel de tientje van liefding. Maar ja, dat was in ieder geval wel meer dan het nepduizendje van Rutte. En toen zag je geen economische migranten hijgend aan de poort staan. Voorzitter, en als je dan nog een beetje hoop hebt op een eigen woning, gaat de bouw plat. Omdat heel Nederland op slot wordt gegooid door verstikkende stikstofregels. Geldt trouwens niet voor de 40 miljoen verslindende verbouwing van een AZC, om daarin 1200 asielzoekers onderdak te bieden. Die vervolgens doorstromen als de eerste vrijgevallen woningen vrijkomen. En krijgen ze geen status, dan kunnen ze naar de opvang van de ongedocumenteerde bij de burgermoeder Halsema. Of wellicht kunnen ze vragen aan een GroenLinks-senator of zij hun asielaanvraag creatief invult. De heer Cox. Ja, ik zit geïnteresseerd te luisteren naar het gezwets. Ik gebruik maar een term van een collega. Ik zou het eerder een betoog noemen. Maar ik sta er toch van te kijken, meneer de voorzitter, hoe mevrouw Faber werkt bij elk onderwerp. Het is knap hoor, het kost veel denkwerk. Bij elk onderwerp, van een HR-ketel tot stikstof, tot noem maar op, om uiteindelijk altijd terecht te komen dat het een asielzoeker met een verkeerd geloof, dat die het gedaan heeft. Wat is dat toch in de partij van mevrouw Faber, dat je niet creatief kan denken dat problemen oorzaken hebben, soms meerdere oorzaken. Gelooft de fractie van de PVV nu werkelijk dat als we geen asielzoekers in dit land hadden, dat we al die problemen die u noemde niet hadden? Mevrouw Faber. Nou, ik denk dat we heel wat problemen minder hadden. De heer Cox. Ja, dat kan je zo wel zeggen. Ik kan ook wel zo zeggen dat u een Noord-Afrikaans uiterlijk hebt, maar dan hebt u het nog niet. En u kan dan ook zo zeggen, ik stel u een vraag en het idee van het parlement is dat u dan daar een antwoord op geeft en niet zo'n jij bakje teruggeven. Mevrouw Faber? Nou, volgens mij heb ik een antwoord gegeven. Meneer Cox? En dat zijn gewoon de feiten. Ja, ik kan er toch ook niks van doen dat ze doorgaan met het bouwen van een AZC. Dat kan wel met de huidige stikstofproblematiek, maar de rest van de bouw gaat op slot. Ja, dat zijn gewoon de feiten. Ja, ik verzin het allemaal niet hoor. En als we dan stoppen met het bouwen van het AZC, dan is de stikstofproblematiek opgelost? Mevrouw Faber? Nee, daar hebben we niet het probleem mee opgelost, maar ik zeg alleen dat er wel verschillende manieren van handelen zijn. Er is wel sprake van enige willekeur. Meneer Cox, laatste. Maar de vraag, mijn vraag, mijn initiële vraag, die blijft zo. Hoe komt de PVV toch op dat geniale idee dat wat er ook gebeurt in de wereld, hè, Stamweg bij Feyenoord, daar moeten de buitenlanders achter zitten, stikstof, dat moet van een AZC-centrum komen. Is het in de PVV die toch zo graag zegt van, nou, dat je over de wetenschappelijke dingen allemaal moet durven te twijfelen, dat het bij de PVV altijd zo is, wat het probleem op is, het heeft altijd een buitenlander gedaan. Mevrouw is dat Faber niet al te simpel, mevrouw Faber?
Nou, wat dan uw betoog? Ik heb helemaal niet gezegd dat het altijd de buitenlander is die de problemen geeft. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, dat u dat misschien zo hoort. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen belevingswereld. Dat heeft u, dat heb ik. Ja, vervolgens dat is nou helemaal zo. Goed, voorzitter, in het verleden heeft de overheid heel sluw actief meegewerkt aan de aanleg van Europese lappendeken van Natura 2000 gebieden. Om op deze terreintjes de natuur schraal te houden, moet de stikstof drastisch naar beneden. Met als gevolg, de bouw wordt stilgelegd. Er worden geen vergunningen meer verstrekt aan bedrijven. We moeten langzamer gaan rijden of liever helemaal niet. En een groot deel van de boerenbedrijven moet gesaneerd worden. Ondertussen laat diezelfde overheid onze plassen volstorten met vervuild Europees slib. En laten zij producenten van goedkope stookolie chemisch afval verwerken, afkomstig uit de hele wereld, die vervolgens de helft van de mondiale zeevloot grensloos de lucht in laat spuiten. En dit gaat tot op de dag van vandaag door het ontbreken van adequate regelgeving en gebrek aan handhaving. Voorzitter, in het gave land van Rutte kan het allemaal. Maar onze boeren moeten lijden. Ze worden te kijken gezet als een soort criminelen, milieucriminelen. En als je pech hebt, wordt je bedrijf zomaar bezet door brutale dierenactivisten. Alsof je als boer niet al genoeg aan je hoofd hebt met het vullen van onze provisiekast met voedsel van topkwaliteit. Ondertussen hijgt de bank in je nek en de overheid maakt je in het leven zuur met verstikkende regelgeving. Voorzitter, deze regering met CDA en ChristenUnie in haar gelederen wil de helft van de boeren, inclusief hun prachtige vee, afvoeren naar de slacht. Ondanks dat in het regeerakkoord sanering van varkenshouds in Noord-Brabant is afgesproken en dit kabinet een klimaatakkoord presenteert met verregaande gevolgen voor agrariërs, beweert de minister van Landbouw heel stoer: zolang ik minister van Landbouw ben, komt er geen halvering van de veestapel. Maar gelooft u het nog? Mevrouw Bikker. Voorzitter, kleine correctie. De ChristenUnie heeft nooit gepleit, ook niet in het kabinet, voor een halvering van de veestapel. Mevrouw Faber. Mag ik dan concluderen dat de ChristenUnie ook gaat pleiten om al dat prachtige vee en de boeren gewoon in leven te houden en dat onze boeren weer kunnen boeren? Ik bedoel, als u deze toezegging wilt doen, dan zijn denk ik alle agrariërs in het land zeer blij. Mevrouw Bikker. Voorzitter, alle boeren in leven, helemaal goed. Graag zelfs. En wat betreft de veestapel, daar moeten we natuurlijk goed naar elkaar kijken dat boeren een goede boterham kunnen verdienen en hun bedrijf ook door kunnen geven aan een nieuwe generatie. En dat is een ingewikkelde opgave. Daar steun ik het kabinet om daarin tot verstandige maatregelen te komen en niet doldrieste opmerkingen te doen als halvering of gekker, want daarmee maak je een hele hoop boerengezinnen onzeker waar dat helemaal niet nodig is. Mevrouw Faber, volgt u betrokken? Ik hoor hier al een nuancering, dus ze beginnen al wat terug te krabbelen. Goed, de regering klemt liever hun vruchtbare landbouwgronden vol met zonnepanelen, windmolens, wat dan weer de energierekening lekker opdrijft. Hup, weer een bluts in de koopkracht. Wat een afbraak van ons mooie boerenland, wat een afbraak van onze welvaart. Het is om te huilen. En Van Rutte moet ze niet hebben. Hij geeft zelf aan dat hij de boeren niet gerust kan stellen en het kabinet geen taboes schuwt. In gewone taal, ik doe wat ik doe en ik heb lak aan jullie. En zo wordt de VVD de bijwagen van Linksgroen Nederland en rommelt onze socialistische heilstaat in, waar geen plaats is voor boerenbedrijven, maar wel plaats is voor honderdduizenden gelukszoekers. En dit moet stoppen. Die grenzen moeten dicht, de illegalen eruit, criminelen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap afpakken en uitzetten zodat wij weer lucht krijgen. Want waarom wordt er geen discussie gevoerd over de bevolkingsdruk en de desastreuze gevolgen hiervan? De minister-president geeft zelf aan geen taboe te schuwen. Graag een reactie. En waarom moeten wij honderdduizenden mensen opnemen die vaak ook nog onze manier van leven haten en ons willen knechten in de naam van Allah? Het is je reinste zelfdestructie. Voorzitter, de gouden eeuw ligt in het verleden en het armenhuis in de toekomst. Deze regering, de loopjongen van de EU, gaat net zo lang door dat wij financieel zijn uitgewoond en cultureel zijn afgebroken. Wij moeten ons schamen voor onze zeehelden. Ze nam een oud PvdA-senator in haar hoedanigheid als wethouder in Eindhoven het voortouw om de Witte de Witstraat om te laten dopen tot Barbarosstraat. Lafjes kozen niet zelf de naam, nee, dat besteden ze uit aan de buurtbewoners. Zij kozen voor Barbaros, een Turkse islamitische piraat. Hij plunderde schepen en de opvarenden verkocht hij als slaven. Vele slaven werden verhandeld op de grootste slavenmarkt ter wereld, Istanbul. Of wachten een gruwelijk lot in de slavenputten van Marokko. Of elders aan de kusten van Barbarije. Nooit een excuus over gehoord. Dat paste kennelijk allemaal in de context van die tijd. Voorzitter, er is een jihad gaande tegen het Westen en in het bijzonder tegen alle vrouwen. En terwijl de D66-minister van Emancipatie zich druk maakt over genderneutraal speelgoed en allerlei vrouwenquota, worden meisjes en vrouwen aangerand in het zwembad en begluren half ontklede bosjesmannen sportende meisjes. In plaats van de bosjesmannen terug te sturen naar Verwegistan, worden de bosjes gekapt. Maar in het buitenland maakt het kabinet goede sier door 52 miljoen
eurovrij te maken voor het bevorderen van vrouwenrechten. Maar in eigen land worden vrouwen opgesloten, mishandeld, verkocht, uitgehuwelijkd en besneden. Femmes for Freedom meldt dat dit dikwijls gepaard gaat met medeweten van school of arts, of daar heb je ze weer, de halal gecertificeerde politie. Even voor de goede orde, deze vrouwen vallen onder de Nederlandse wet en niet onder de sharia. In Nederland zijn deze zaken gewoon strafbaar. Waarom wordt hier niet ingegrepen? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, we hangen ons op aan onze eigen regels. Of het nu gaat om het korten van pensioenen, om het zogenaamde klimaatprobleem, om de massa-immigratie. De grenzen staan wagenwijd open, terwijl onze financiële last alleen maar zwaarder wordt. Deze regering wil dat we ons gedrag gaan veranderen op diverse fronten. Je barbecue aansteken om een paar carbonaden te grillen is bijna een misdaad. De enige die nog gegrild mag worden is de grillmeister zelf. En ondertussen worden er halalkadavers verkocht op straat en moet de rest van de bevolking aan de wormen of de sojabonen. Het zou allemaal diversiteit zijn. Maar voor onze cultuur is er geen plek meer. En moet Zwarte Piet in de zak, linea recta, terug naar Spanje. Kerken worden vernield, besmeurd met poet en afgebrand. Joden kunnen amper met keppel de straat op. En nog even, en dan kunnen alle vrouwen zonder hoofddoek ook nog amper de straat op. Voorzitter, wij worden verantwoordelijk gesteld voor alle ellende in de wereld. Maar het is niet een kwestie dat andere landen en culturen gewoon gefaald hebben. Dit kabinet wil samen met de EU en de VN de verschillen verkleinen door ons te verzwakken. Maar echter het falen van de ander die blijft. Voorzitter, wij willen niet dat ons mooie land wordt uitgewoond door de hele wereld. Wij willen niet dat ons vrije land bezet wordt door de islam. Wij willen zelf ons leven bepalen, zowel voor als achter de voordeur. De PVV gaat er ook niet dit kabinet in het zadel houden voor een paar kruimels van de regeringstafel. Bij ons is grenzen dicht. Uit de EU is uit de EU en islam is islam. Wij blijven strijden voor onze idealen, onze vrijheid en ons land. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Faber. Mevrouw Bredenoord. Voorzitter, ik wil graag even aangetekend hebben dat mijn fractie zich heel ongemakkelijk voelt bij het feitenvrije, beledigende geraasel, gereutel van de mevrouw Faber. Ik ga er verder ook geen vraag over stellen, want het heeft geen zin. Maar wel graag dat u dat weet. Dank u, mevrouw Brede. Voorzitter, mag ik hierop reageren van u? Want in feite, ja, er wordt natuurlijk wel een stelling gedeponeerd. Mevrouw Bredenoord die zegt van feitenvrij. Hoezo feitenvrij? Wat klopt er dan niet? Kunt u dan aangeven wat er niet klopt? Daar ben ik zeer benieuwd van. Ik geloof niet dat u een antwoord gaat krijgen van Faber. Ja, maar dat, nou ja, goed. Ja, daar zult u het mee moeten doen. Mijn voorganger zei dan, tant pis. Dan gaan we naar meneer Schalk. Ik heb het allemaal goed geleerd in die jaar. Dank u wel, voorzitter. Ik had tijdens het luisteren naar het betoog van mevrouw Faber sterk de indruk dat ze het niet overal mee eens was. ik heb geprobeerd te luisteren of er misschien iets, het hoeft niet veel te zijn, maar gewoon iets was wat dan toch nog meevalt in dit land. Hè. Dus mag ik mevrouw Faber uitdagen om gewoon één dingetje te noemen wat ze wel aardig vindt in ons land? Mevrouw Faber, kort antwoord dus. Voorzitter, ik moet toch wel eventjes op een nette manier reageren natuurlijk. Want ik dacht al van, waar blijft hij? Want u komt altijd een keertje als ik aan het spreken ben. Dus ik zat al een beetje op u te wachten. Wat ik zo mooi vind in het land, is dat we hier tenminste een echte oppositiepartij hebben in dit land. Die niet meegaat met meneer Rutte en zijn campanen. En we hebben ook nog wat hulp erbij gekregen van het Forum. Want meneer Cliteur heeft natuurlijk een fantastische medespeech gehouden. Heel kritisch. Op de islam. Wij zitten wel iets strakker in de islam, dat geef ik toe. Maar toch, het is een begin. En misschien kan meneer Cliteur nog uitgroeien tot een echte soort PVV'er. Meneer Schalk. Het is fantastisch dat we iets positiefs hebben gehoord. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dank u wel, mevrouw Faber. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker.